En dus heeft Memphis volgens Koeman nog... Als hij zo verder gaat in zijn cyclus, hij is bij zijn club gelukkig grotendeels weg uit de degradatiezone. Want ik heb ook wel de wedstrijden gezien. Schat hij dat niveau in ten opzichte van de Eredivisie? Ja. Ik had wel beelden gezien van zijn eerste weken bij Corinthians. Ja, dat was echt om te janken, om het zo maar even te zeggen. Niet het idee dat hij de meest flitsende competitie speelt en dat het echt het allerhoogste niveau daar wordt aangetikt. E aí, galera, beleza? Bora dar uma olhada aí nas reações dos holandeses, né? Com o Memphis Depay jogando no Brasil. Ele que já tem 3 gols e 4 assistências, né, marcando 3 gols nos últimos 4 jogos aí, tirando o Corinthians da zona do rebaixamento e podendo levar aí para uma pré-Libertadores, né? Então tá repercutindo bastante, né, o fato do Memphis Depay poder voltar para a seleção holandesa. Vamos dar uma olhada no que o técnico da Holanda falou, né? Se o Memphis vai voltar para a seleção holandesa e o que ele tá achando também, né, do Memphis Depay atuando no Brasil, né? Tem também os debates holandeses aí falando do nível do futebol brasileiro em que o Memphis Depay atua e vamos ver o que eles falaram em relação sobre isso, né? Se o Memphis já merece uma convocação ou não. Se você curtir, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, valeu, e nós, galera. Bora pro vídeo. En dus heeft Memphis volgens Koeman nog wat meer tijd nodig. Maar gezien het gebrek aan veel scorende spitsen bij Oranje, zou het misschien ook niet gek geweest zijn hem juist al wel weer te selecteren. Ja, of niet. Dat het niet het moment is. En ik denk dat ik, als er één international is waar ik de meeste contact mee heb, is dat Memphis en Virgil. Als aanvoerder. En we hebben hierover gesproken. En dus als hij zo verder gaat, is hij natuurlijk echt in beeld ook voor straks in maart. Zijn er iets cryptisch? Misschien is dit juist niet het moment. Nou ja, we zijn... Om erbij te houden, wat bedoel je daarmee? De Nations League zijn we gestart. En er zijn nog 2 wedstrijden. En in maart in zijn cyclus, hij is bij zijn club gelukkig... grotendeels weg uit de degradatiezone. Want ik heb ook wel de wedstrijden gezien. De een wat makkelijker dan de ander. Want het zijn tijden waar je normaal wat anders doet. Maar dan zie je dat hij wel fitter wordt. Maar we hebben ook data dat het allemaal nog beter moet. Maar Memphis, de deur staat voor Memphis open. Dat hoorde je wel, die persconferentie bij Koeman. Die zei, in maart gaan we kijken als hij die lijn doorzet. Op dit moment vind ik hem nog niet fit. En goed genoeg. En goed genoeg. Zijn we daar verrast over? Dat hij er nu niet bij zit, terwijl we wel een spitsenprobleem hebben? Ik zei net, ik zat wel eens te kijken bij jullie naar die wedstrijden in de Braziliaanse competitie. Dat is heerlijk. Weet je wel, s'avonds laat. En dan kijk je, dan worden die ogen vallen dan zo langzaam dicht op dat tempo. Want het gaat langzaam, jongen. En dan ineens wel even een flits. En dan denk ik, oh, er gebeurt wat. En dan kabbelt ze weer een beetje in. Je hebt over tempowisselingen. Wat? Je hebt over tempowisseling. Ja, het is dat op slaap. Een van de twee. Dus ik kijk dat een beetje. Maar ja, Memphis doet dan mee. Af en toe heeft hij wel een aardige actie. Maar het is ook niet zo dat hij daar de boel geweldig op sleeptouw neemt. En loopt te sleuren. En de een naar de andere bal in schiet. Schat hij dat niveau in ten opzichte van de Eredivisie? Ja, het zal daar 40 graden zijn misschien. Om de veld. De sfeer is wel goed trouwens. Ja, ja. De sfeer is top. Maar dat vroeg ik niet aan. Dus ja. Maar je kan beter vragen. Het was Saudi-Arabië. Dan weet ik het niet. Nee, maar als je het niveau van... stel voor dat hij bij Ajax had gevoetbald, Memphis. En hij zou zo spelen. Dan zou hij waarschijnlijk geselecteerd worden. Dat denk ik wel. Maar ik kan niet goed inschatten, omdat ik niet de hele wedstrijd heb gezien. Wat het is ten opzichte van de Eredivisie. Ja, ze verdedigen wel wat beter in Brazilië. Dat is natuurlijk wel zo. Dus de moeilijkheidsfactor is groter. Voor hem is de moeilijkheidsfactor iets groter. En zij krijgen ook niet heel veel ballen. Maar alles staat op status. Je zegt zelf. Ze hebben die data ook. Hè. Ze konden die data volgens mij zien, ja. Zei Koeman. En als je daar gewoon naar kijkt, dan zie je van hoeveel intensity runs, et cetera, et cetera. Nou, dat valt nog een beetje tegen. Wachten we nog eventjes. Maar hij oogt ook niet. Het oogt ook allemaal nog niet echt flitsend bij hem. Nee, maar dat is het voetbal daar ook helemaal niet, gek gezegd. Dus hij past er wel, nu. Ja, dat zijn, dat, ja, hij past er wel. Maar goed, de deur staat... Ah, goed, sinds hij er is gaan ze wel deze, hè? En hij is natuurlijk pas 30 jaar. En de alternatieven hebben hem nog niet laten zien met CXC en Bobby. Dat is zeg maar dat Memphis overbodig is. Dus er is nog toekomst voor hem. Ja, natuurlijk. Voor de fitte Memphis is er nog altijd toekomst in Oranje. Maar het is een beetje een gemiste kans voor zo'n spits als Lammers bijvoorbeeld van Twente. Stel nou dat die de een na de andere had gemaakt en goed had gespeeld. Ja. Dan was hij automatisch toch wel een beetje in aanmerking gekomen, denk gisteren ik. In deze situatie. Gisteren viel me zo tegen. Ja, maar daarom. In zo'n topwedstrijd was echt een soort... Ja, ja, maar stel nou dat hij dat wel had gehad nu. Nee, maar Lammers is in aanleg echt een hele goede speler. Ja, ja. Heel veel talent. Maar het feit dat hij nu bij FC Twente speelt met het talent, dat zegt natuurlijk wel iets. Ja, ja. Maar gisteren zag je wel waar aan het schort. Hij had echt gevoeld dat hij tegen top, top, top. Want hij,
Hij schoot veel te snel elke keer. Hij werkte af alsof je tegen... Weet je, je kent het wel, als je niet zo goed bent, dan speel je tegen een hele goeie. Dan denk je dat je veel sneller moet handelen. Nou, dat viel me echt zo tegen van hem gisteren. Ja, maar ik hoopte ook dat hij beter, want bij Utrecht vond ik hem echt goed. Atalanta, Glasgow, ja, lukte niet helemaal. Hij is in aanleg echt een goede speler. Technisch. In de Eredivisie kijkt, qua talent. Maar Brobbie is ook in aanleg een hele goede speler. Zeker, zeker. Maar ik heb ook nog steeds op een of andere manier heel veel vertrouwen in Brobbie. Ja, ik ook op een geheel. Ja. Onze bondscoach Ronald Koeman natuurlijk weer in Zeist aan om persconferentie te beleggen. Daarin heeft hij het nodige gezegd. Bijvoorbeeld over Memphis Depay, die niet is opgeroepen. Nee. Wat is jou blijven hangen na die persconferentie, Bart? Ja, Memphis en Frenkie, dat waren een beetje de twee gespreksonderwerpen. Memphis, ik denk dat hij daar elke interlandperiode vragen over gaat krijgen. Maar ja, die is op weg om topscorer alle tijden te worden. Maar ja, nu die in Brazilië speelt, is hij even uit beeld. Hè? En dan blijft de vraag van wat moet hij doen om wel opgeroepen te worden. Of ja, is het niveau gewoon niet goed genoeg? Dat is een beetje lastig inschatten. Dat zal Ronald Koeman moeten doen. Ook omdat de smaken die er wel zijn in de spits natuurlijk nog niet... geweldige cijfers overleggen. Nou, op Brobbie die laatst wel goed gespeeld. En CXC ook. Of volgens mij was dat al de interlandperiode ervoor. Nou, het doet er niet toe. In elk geval hebben we wel al wat laten zien in Oranje. Alleen als we al die cijfers van die spitsen die er nu bij zijn op een rijtje gaan zetten, is dat niet heel denderend natuurlijk. Het zijn geen doelpuntenmachines. Brobbie heeft nu pas zijn eerste doelpunt gemaakt. Tegen Maccabi dan laatst. Ja. Ja, en dan heb je nog CXC en Weghorst. Nee, Weghorst zit dan de bank, of nou ja, je weet hoe het gaat bij Ajax, bankbasis. Ja, wil ik jou hier twee vragen over stellen. Eentje nog over Memphis. Laatste vier wedstrijden, 3 goals. Ja. Ik had wel beelden gezien van zijn eerste weken bij Corinthians. Ja, dat was echt om te janken, om het zo maar even te zeggen. Hij begint zo langzaam wel steeds meer in vorm te komen. Hij is natuurlijk 30 jaar nog wel topscorer alle tijden van Oranje. Vind jij het wel terecht dat hij in ieder geval nu nog niet erbij zit? Ja, dat is een beetje wat ik net zei, dat het zo lastig is om een beetje het niveau in te schatten. Maar ja, als ik de beelden zo zie die er vandaan komen, heb ik niet het idee dat hij in de meest flitsende competitie speelt. En dat het echt het allerhoogste niveau daar wordt aangetikt. Als je eerder zo stellig bent geweest over dat Bergwijn niet meer in aanmerking kwam dat hij naar Saoedi-Arabië ging. Nou ja, in Saoedi-Arabië spelen, ik denk wel wat meer topvoetballers dan in Brazilië. En daar zie je nog wel wedstrijden die... Iets sneller verlopen dan wat we allemaal in Brazilië zien langskomen. Ja, dus het is lastig inschatten. Ik denk ook dat het voor Ronald Koeman lastig inschatten is. Van, ja, je ziet inderdaad wel de cijfers en dat hij er weer beter in komt. En ook wel mooie beelden en zo. Maar hoe is dat niveau nou precies in te schatten? Ik denk dat dat heel lastig is. Want natuurlijk een bondscoach die moet van alles wel kijken. En zeker zijn staf. Hè, maar ja... Hij kijkt vast niet elke wedstrijd in de Braziliaanse competitie. Dus dat is best wel een lastig iets. E tá aí, rapaziada, as reações holandeses falando aí do Memphis Depay, né? O fato também dele ter vindo atuar no Brasil, ao invés de ter continuado na Europa, ter ido para a Arábia, né? Mesmo que o comentarista holandês falou aí que muitos jogadores de destaque vão para a Arábia do que jogam no futebol brasileiro, né? Então ele deu uma provocada aí também, aquele comentarista holandês no finalzinho. E também o técnico da Holanda aí falou que o Memphis pode ser convocado para a seleção holandesa para jogar a Nations League, eu acho. Então, ele já falou que tá acompanhando, né? O Memphis Depay é o jogador internacional que ele mais conversa, né? Em relação à convocação, porque é o vice-artilheiro da Holanda também, o Memphis Depay. E viu que ele tá entrando em forma, se esforçando. Já tem bons números já pelo Corinthians. Né? Disse que já que ficou feliz também que o Corinthians já tá afastado da zona do rebaixamento. Então, o técnico da Holanda acompanhando aí, né, o Memphis Depay no Brasil. E também os comentaristas aí falando o fato dele ter vindo para cá pro Brasil atuar numa liga que eles achavam que era inferior, né? E os holandeses também debateram também, né, se esse time do Corinthians aí seria do nível do campeonato da Holanda, né? Eles acham futebol lento, mas que o brasileiro defende bem, né? Foi isso que eu entendi, pelo menos, rapaziada. É difícil entender o que os holandeses falam. Não é uma língua fácil, então... já que eu não sei holandês, você tem que tentar entender o contexto da conversa deles. Às vezes as palavras não saem muito certo. Eu espero que vocês entendam, porque não é fácil, rapaziada. Não é fácil. É muito difícil tentar entender, traduzir. Então fica difícil às vezes entender. Mas se você vê uma palavra, uma frase num contexto aí, dá pra você entender muito bem o que eles estão falando no contexto em geral, né? E foi isso que eu entendi, né, rapaziada? Falaram aí do Memphis, dos gols deles, né? E também sobre a fase do Corinthians aí. E que ele tá sendo um bom jogador, né? Já que tirou o Corinthians aí da zona de rebaixamento.
Então, já estão debatendo se ele merece a convocação para a seleção holandesa também, né? Debateram até sobre os outros atacantes aí, mas não tem comparação com o Memphis, que o Memphis é o vice-artilheiro da Holanda. Mas foi isso, rapaziada. Comenta o que você achou das reações holandeses, dos debates holandeses, do que o técnico falou sobre o Memphis e o que você está achando também do Memphis aí atuando no Brasil, né? Você acha que ele continua para a temporada do ano que vem no Corinthians e conquista aí uma vaga para pré-Libertadores e também Copa do Brasil para tentar salvar o ano do Corinthians? Lembrando que falta pouco para acabar o Brasileirão. Então, vamos ver, né, se o Memphis vai ficar aí e o Corinthians vai continuar forte para disputar um título ano que vem, né? Se você curtiu, já deixa seu like, se inscreva no canal. Tamo junto, valeu, né, galera? Até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada.